tweede dag van de party begon voor de meeste mensen rustig met wakker worden en ontbijten. Net als op de eerste dag ging vervolgens iedereen verder met het deelnemen aan competities en gamen voor zichzelf. Meest opmerkelijke de tweede dag was de enorme hitte die in het beursgebouw hing. Pas toen het donker werd, werden de luiken open gedaan omdat de gamers liever geen licht binnen hadden. De reden hiervoor was dat voor een ideale partysfeer er geen zonlicht binnen mocht komen. Aan het einde van de tweede dag zochten veel mensen hun bed op. Er waren er zelfs een aantal die een hotel hadden geboekt voor de tweede nacht, omdat ze de eerste nacht niet goed hadden geslapen. Thank you.